De tolk zei dat ze net de kerkklokken hoorden luiden. Dat betekent dat we precies op tijd zijn begonnen. Nu live via het coronakanaal. Welkom bij deze nieuwe uitzending, al de derde. Leuk dat jullie kijken. Gisteren was het prachtige weer, heerlijk zonnig. Ik hoop dat jullie allemaal thuis zijn gebleven, op jullie balkon of in jullie tuin. Daar hebben we gerelaxed. Dat is ook een prima plek om je fotoboek nog weer te maken. Het hoeft niet per se op allemaal gekke plekken. Dat kan je gewoon lekker, daar kan je thuis voor blijven. We hebben al gezien dat de afgelopen weken best wel wat informatietekort is geweest over corona. Dus daarom hebben wij als Doof Centraal al een vragenkanaal geopend waar we heel veel vragen hebben ontvangen. Dus we zijn bezig ze allemaal te beantwoorden. Dus daarvoor wil ik ook Annika Smeijers, de kinderarts, hartelijk voor bedanken. Voor haar hulp. Dus we hebben nu al meer dan 50 vragen gekregen en beantwoord. Deze vragen kan je terugzien op de Instagram. Bij die hoogtepunten, die puntjes, als je daarop klikt, kan je daar terugkijken. En we proberen hopelijk deze week op onze website, dus van doofcentraal.nl, om daar ook een lijst van de corona, een coronapagina te maken, waar de vragen opnieuw op terug te vinden zijn in gebarentaal. Dus alle filmpjes die we tot nu toe zijn gemaakt, over het handen wassen, hoe je dat moet doen, en de 10 nep fake news van corona, die komen ook allemaal daar te staan in een mooi overzicht. En ja, weet je, we doen het allemaal met vrijwilligers. Dus daarom was het nog niet gelukt afgelopen zondag. Daarom waren we iets later om alles bij elkaar te krijgen. Gisteravond wilden we eigenlijk graag onze live-uitzending doen. Maar dat is niet gelukt, want we hadden toen niet genoeg vrijwilligers. Dus hebben we het verschoven naar vanavond. Maandagavond 7:30. En ik hoop dat deze verschuiving naar maandagavond niet heeft gezorgd dat we allemaal kijkers hebben verloren. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel kijkers we eigenlijk nu hebben. Splinter? Hij zegt 122 via Facebook. Nou, dat is netjes. En via YouTube hebben we er... Oh, dat kunnen we nog niet terugvinden. Maar in ieder geval al 122 via Facebook. Nou, via Facebook Messenger of via WhatsApp laat je familie weten. Want dit is echt een mooi toegankelijk gemaakte uitzending. Ook met tolken die het vertalen naar het Nederlands. Dus als je gebarentaal nog niet per se goed kan volgen, is er ook nog ondertiteling hieronder in beeld. Dus we hebben het helemaal goed geregeld. Vorige week was het een beetje vreemd te gaan met de ondertiteling. Nu hebben we het gelukkig goed geregeld. Waardoor we hopelijk een goed voorbeeld zijn ook voor de andere organisaties. Die zeggen, ja, dat is allemaal niet mogelijk hoor, die ondertiteling. Maar ons is het gelukt, hè? Je weet wat ik bedoel, toch? Ik zat even te denken, maandagavond of zondagavond de uitzending. Wat is eigenlijk beter? We hebben al gekeken. We zijn wel benieuwd ook naar wat jullie kijkers vinden van deze uitzending. Dus nu zit Caroline vragen en tips te verzamelen. Maar ook wordt er een flink gestuurd met vragen naar haar. Dus die komen nog van 5 of 6 vragen. Korte vragen. Die kan je even zo aanklikken. En als je dan hoopt op veel reacties, dan kunnen wij kijken hoe we het beste het kunnen aanpassen en het nog beter kunnen maken. Dus alvast bedankt voor jullie reactie. Jullie kunnen nu ook live met deze uitzending meepraten door comments te zetten onder het filmpje op Facebook. En ik hoop dat het ook op YouTube kan. Caroline zal ze allemaal bekijken en verzamelen. Die stuurt ze dan hierdoor naar mij. Weet je, techniek staat voor niks tegenwoordig. Ze zet het allemaal op een drive. Ze is hier nu niet live aanwezig. Ze is thuis aan het werken op afstand. Dat is heel belangrijk. Ze blijft thuis, maar ze helpt wel tijdens deze live uitzending. En niet alleen vragen, maar ook de tips. Want we willen graag tips verzamelen deze keer. Want volgens mij de eerste keer hebben we tips verzameld over Netflix. De tweede was er... Nee, niet over Netflix. Ja. Vorige week, nou goed. Maar nu willen we graag tips over thuis workouts, dus sporten. Wat zit je als je thuis dus niet naar de sportschool meer kan, maar thuis moet gaan bewegen? Weet je, ik merk het bij mezelf ook al, als ik op Instagram zit. Dan zijn er allemaal die challenges om dit te gaan doen, om nou ja, weet ik veel wat op te drukken. Yoga, live op Facebook, nou van alles komt op me af. En ik ben er echt bijna al klaar mee, eerlijk gezegd. Maar ik zou graag van jullie wat tips willen horen over thuis workouts. Dus deel ze met ons.
Dan kan Caroline de leukste tips voor de workouts verzamelen. Die zet ze neer en die ga ik straks aan jullie vertellen. Dan is er ook zijn er ook vragen geweest, of zullen er ook medische vragen waarschijnlijk komen. Die gaan we nu niet live beantwoorden, omdat de kinderarts waar wij contact mee hebben nu niet live hier aanwezig ook is. Dus die zullen wij verzamelen en we proberen die later te beantwoorden. Dus wacht nog even met je medische vragen. We verzamelen ze wel, maar we gaan erover eerst dan overleggen met onze kinderarts Annika. En dan zullen we ze later beantwoorden via Instagram en Facebook. Vorige week was een enorm succes. Bernd heeft toen een presentatie gedaan en ook gevraagd hoe jullie thuis aan het kijken waren naar deze live uitzending. En heeft gevraagd voor foto's, om foto's te sturen. Nou, jullie hebben allemaal foto's gestuurd, volgens mij. Jullie als goed zien nu een foto van vorige week. Ja. Nou, leuk. Bedankt voor jullie foto's. Dus als je dit nu weer kan doen, weet je, plaats hem op Facebook of op Instagram. En tag ons dan alsjeblieft met @doofcentraal. Dan kunnen wij hem ook zien en dan kunnen wij ze voorbij komen, zien voorbij komen en verzamelen. En volgende week weer laten zien aan jullie. Gisteravond, dus op zondagavond, was er onze aflevering van Duo Tres. Dat was aflevering 275 en die heeft Caroline gepresenteerd. Normaal gesproken deden we dat dus nu live tijdens de uitzending laten zien. Maar als je hem hebt gemist, kan je hem terugkijken. Hij stond al gisteren op Facebook. Ga alsjeblieft niet nu al meteen dat kijken. Maar als deze uitzending klaar is, ga dan pas kijken. Aflevering 275. Dan gaan we nu door naar... We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, plus ook een thema. Het thema van vanavond is ZZP. Ik bedoel, er is nu een tekort aan werk. Er is soms ook geen werk. ZZP'ers, wat moeten die dan? Worden daar opeens mee geconfronteerd. Kappers zijn dicht, restaurants zijn dicht. En er zijn natuurlijk ook dorpsondernemers die daarmee geconfronteerd worden. Dus we hebben verschillende mensen geïnterviewd. En die komen straks allemaal aan bod. Even kijken. Volgende week wordt het thema familie en thuiswerken. Dus als jij ervaring hebt met thuiswerken en een familie en die combinatie, hoe dat gaat, laat het ons weten. En we willen graag jouw verhaal. En jij wil jouw verhaal delen? Dan nemen wij contact met je op en kom je in de uitzending misschien van volgende week. Verhalen wil delen over thuiswerken met kinderen, hoe dat gaat. Of als je kinderen nog naar de opvang mogen. Of, want je werkt in de zorg. Of misschien denk je inmiddels dat je je kinderen achter het behang wil plakken. Of het maken van het fotoboek lukt maar steeds niet. Dat soort dingen mogen jullie ons allemaal vertellen. Iedereen bedankt voor... Dankjewel toesturen. Ja, ik snap al waar ik mis ging. Iedereen bedankt voor jullie donaties. Dat was geweldig. Onze eerste aflevering had het totaal €55 opgebracht. Vorige week hebben we echt een enorm bedrag opgehaald. Totaal €423,90. €423,5. En de helft daarvan... hadden we binnen 20 minuten na het eind van de uitzending al binnen. Echt, ik weet dus niet hoe dat komt, die enorme stijging aan donaties. Misschien omdat die link de vorige keer duidelijker in beeld was gekomen. Of de tikkie, dat die daardoor heel makkelijk aanklikbaar was. Of misschien omdat Bert natuurlijk zo prachtig gepresenteerd heeft dat jullie allemaal dachten, ja, daar wil ik geld aan geven. Ik weet het niet. Ik hoop dat ik het deze keer misschien ook kan. We gaan het zien aan het eind van de uitzending of het dus lag aan Bert of niet. Nou, dus blijf alsjeblieft doneren. €300 is een prachtig bedrag. Maar we maken veel kosten qua materiaal, kabels, maar ook drinken en eten voor de vrijwilligers, die we waarderen. Dus al het geld wat wordt binnengehaald, gaat zeker ook in de stichting Doof Centraal. Dus daardoor kan Doof Centraal ook door blijven gaan. Dus blijf alsjeblieft doneren. In de comments komt opnieuw een link voor een tikkie. Die kan je via Ideal betalen. Dus dan kan je heel makkelijk het geld overmaken.
Dan wil ik nu ook iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan het maken van deze uitzending. De regisseur van vanavond is Splinter. Techniek, hetzelfde als de afgelopen keren, Antonio. Bernd heeft meegeholpen met de productie. En op dit moment is Caroline de vraag aan het behandelen vanuit thuis. En dat ziet er zo uit. En zo zag je Caroline inderdaad thuis bezig. Er zijn ook nog tolken aanwezig, Wietke en Davy. En de schrijftolk is Chimske. Ik weet haar naam maar even niet meer, sorry. In Groningen is het dove clubhuis dicht, maar toch mogen wij gebruik maken van de zaal voor deze live-uitzending. Dus daar zijn we enorm blij mee met deze samenwerking. Het clubhuis vindt ook de informatievoorziening belangrijk, dus we hebben een goede samenwerking en mogen deze zaal gebruiken. Hartelijk bedankt. En nu even de stand van zaken in verband met het coronavirus. Wereldwijd is er 1,2 miljoen besmettingen. 70.000 zijn er al overleden. In Nederland vanmiddag is er bekendgemaakt dat er 18.000, dus bijna 19.000 besmettingen zijn. En 1.800 overleden. En in verschillende steden is het dus nu veel rustiger. Weinig auto's op de weg, toerisme heeft afgenomen. Waardoor er nu dieren terugkomen. En die zie je niet zo snel. Bijvoorbeeld een ree in Japan. Een zwijn in Barcelona. Geiten in Wales. En een puma in Santiago. En een coyote, het gebaar weet ik zo niet. Ik zou hem nog opzoeken bij het gebarencentrum, maar een coyote in San Francisco. En in Barcelona zijn er vaak ook duiven en meeuwen aan het vechten voor eten. En in de steden, bijvoorbeeld hier in Groningen, zeggen ze ook dat de duiven nu een tekort aan eten hebben. Omdat normaal gesproken is het altijd heel erg druk met mensen die altijd iets van eten achterlaten of gewoon de duiven gaan voeren. Maar nu is dat dus niet meer. Dus de duiven hebben geen eten. En zij weten niet dat zij eigenlijk buiten de stad ook op zoek kunnen gaan eten. Ja, het zijn een beetje domme dieren, maar goed. En een aantal biologen die zegt dat wij eigenlijk ook verantwoordelijkheid dragen voor de dieren. Dus dat wij hen ook moeten gaan voeren. En het privéleven van bekende Nederlanders wordt altijd wel gepost. Hè, in het privé of in de story. En tolker Irma Sluis, haar man van Irma, wat was daarmee? Die was verkouden. En dat stond gewoon in de story. Wow, wat een wereldnieuws zeg. En wij zijn nu vaak thuis, hè? En ik hoop dat iedereen thuis blijft trouwens. Dus jullie weten het nog, hè, met die vakantiefotoboeken. En vergaderen op afstand wordt nu ook gedaan. Bijvoorbeeld via Zoom. Of, nee, te vroeg. Via Houseparty wordt het ook wel gedaan. Maar nou blijkt dat deze app niet veilig zijn. Hackers kunnen dus op afstand meekijken waar er over wordt gesproken. Dus let alsjeblieft op als je Zoom gebruikt of andere apps. Ga kijken of het wel veilig genoeg is. En online les wordt nu ook heel veel gedaan nu de scholen dicht zijn. Dus online les wordt er gedaan. En er is iets heel ergs gebeurd, een erg incident. In Naaldwijk, bij Den Haag, was een lerares een les aan het geven, via Zoom misschien, met alle leerlingen via Zoom. En zij gaf thuis les en toen werd zij mishandeld door haar man. En alle leerlingen hebben dat kunnen volgen, kunnen zien. Dus er is slachtofferhulp voor de leerlingen ingezet om te kijken of zij begeleid kunnen worden bij hun trauma. En
En normaal worden de vliegtuigen gebruikt voor naar vakantiebestemmingen te gaan. En dan heb je vaak ook onder de stoelen, wordt nu vaak gebruikt voor vracht weg te brengen. Dus omdat er dus veel minder toerismevluchten zijn. Dus diezelfde vliegtuig moet je bedenken waar je mee naar vakantie gaat. Bijvoorbeeld met de KLM of Transavia of andere vliegmaatschappijen. Die worden dus nu met vracht geladen. Dus dat wordt allemaal ook op de stoelen gezet. Dus ook de dozen worden ook op de stoelen gezet. Dat is eigenlijk een beetje een raar beeld. Hè? Als je dan bedenkt dat als je een laptop hebt besteld in China. En dat komt op een stoel te zitten. Bijvoorbeeld op 17A. En dan komt het hier in Nederland. Nou, hoe zou dat eruit zien? Kijk maar. En toch vind ik, heb ik ook weer iets leuks nieuws. De eerste coronapatiënt die op de IC heeft gelegen van het zuiden hier in Groningen gebracht, is de eerste persoon die ook weer ontslag heeft gekregen vanuit het ziekenhuis en weer naar huis toe mocht, terug naar Breda. En daar dus de verdere verpleging kreeg op de verpleegafdeling. Daar hebben we jammer genoeg geen foto van, dus we gaan weer door. En je weet nog, hè, over die workouts, de tips, posten en dan gaat Caroline ze allemaal verzamelen. En dan gaan de leukste workout wordt dan als tip gegeven aan jullie die gepost wordt. En de ondernemers, die hebben nu wel best wel wat impact van de coronavirus. En we hebben wel een aantal leuke mensen geïnterviewd wat hun ervaring is in deze situatie. En straks komen die interviews ook in beeld. De overheid heeft al een aantal maatregelen genomen om hen te ondersteunen, de ondernemers. Bijvoorbeeld per maand dat ze 1000 tot 1500 euro netto krijgen ter ondersteuning. En ook nog een extra 4000 euro voor de vaste lasten, bijvoorbeeld de huur. Dan kan je 10.000 euro bijvoorbeeld lenen als je dat vraagt en dan terug betalen. Dus er is al veel financiële ondersteuning voor de ZZP'ers. Maar ik ben wel benieuwd voor de dove ZZP'ers of zij dus ook ondersteuning krijgen. En of de tolknet daar wel opdrachten krijgt of dat ook dicht is. En dat het onderwijs nu ook dicht is en dat tolken minder werk hebben. Dus daar wordt even ook aandacht aan gegeven. We hebben Jochem Goudriaan hebben we geïnterviewd. Hij werkt bij een gebarenboerderij. Het is een kippenboerderij met 80.000 kippen. Maar ook begeleidt hij dagbesteding voor dove cliënten die daar komen. En Splinter is daar geweest voor een interview af te nemen. Kijk maar. Even kijken, de techniek. Is even nog bezig, dus daar moeten we even naar kijken. Het is een beetje een technisch probleem. Jochem komt zo. Het blijkt nu, straks komen we terug bij Jochem. Nu gaan we een telefonisch interview afnemen. Even kijken of het lukt met Maaike. Maaike, ben je er klaar voor? Ja? Oh, nee, we komen straks terug op Jochem. En dan gaan we eerst even door met Maaike Verf-Jentink. En zij heeft een eigen bedrijf, FJ Move. Al voor de vijfde jaar is ze daarmee bezig. En ze gaat naar verschillende scholen om uitleg te geven over toegankelijkheid en over doof zijn en zij organiseert dan de stille gym. Even kijken of wij al contact hebben met Maaike. Hi Maaike. Hi. Hallo. Ik kan Splinter niet zien. Dennis, die kan ik ook niet zien. Wacht. Even kijken. Oh, ja. Ja. Ja, nu is het goed. We hadden al wat technische problemen, maar het is nu gelukt. Oh, gelukkig.
Net heb ik uitgelegd wat je bedrijf was. Klopt dat ongeveer? Ja, zo ongeveer. Stille Gym is eigenlijk ook voor de onderwijzers die lesgeven aan dove kinderen. En waar de rest... Waar één dove in de klas zit en de rest horend. Dus er wordt gebarentaal of gesproken taal wordt vaak gescheiden gehouden. Maar dat willen we dus niet. Dus dat wil ik integreren met elkaar. Oké, bedankt. En je zegt dus dat je naar verschillende scholen toe gaat. De scholen zijn nu dicht. Dus dat betekent dat jouw opdrachten ook zijn te komen te vervallen? Of hoe zit het met je inkomsten? Wat voor invloed heeft dat voor jou? Ja, de opdrachten is wel afgenomen. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat de scholen dicht zijn. Dus dan is het echt wel logisch dat de opdrachten afgenomen zijn. En de zomervakantie komt er ook aan. En in die periode, ja, dat weet ik niet. Maar ja, tot de zomervakantie is er waarschijnlijk geen werk meer voor mij. Misschien 1 of 2 scholen die nog tot die tijd worden gedaan. Maar ja, het is best pittig. Wacht. Splinter, kan je even komen? Ik heb hier weer technische problemen. Sorry, het is nu gelukkig opgelost. We hadden wat problemen. De scholen zijn dus dicht. Oh. Nee, het is niet niets, maar gewoon minder. Oké. En dan zeg je, nou, dit is dus heel veel minder. Ja, maar je verdient dus vrij weinig. Dan kan je de overheid steun geven. Ga je daar aanspraak op maken, denk je? En is dat genoeg? Ja, tot nu toe heb ik daar wel over nagedacht. Het is eigenlijk wel een groot risico, zeg maar. Ja, ik bedoel, tot nu toe heb ik ook wel gespaard en... Ja, en ik heb mezelf zeg maar om gevraagd om ZZP'er te zijn. En de ondersteuning is ook maar heel minimaal. En ik heb ook nog mijn WAJONG-uitkering. Dus ja, daar ben ik dus nog bezig om dat terug te betalen. Dus het maakt eigenlijk helemaal geen verschil tussen die beiden. Maar ik zat even te denken, die ondersteuning van de overheid, hè? Dat is eigenlijk bedoeld voor zodat je dus niet je spaargeld hoeft te gebruiken. Dus ze toetsen niet of je nog spaargeld hebt, toch? Ja, dat klopt. Daar heb je wel gelijk in. Maar tot nu toe heb ik dat zelf ook allemaal goed uitgezocht. En het heeft ook wel... Of het voordelen voor mij heeft, dat twijfel ik nog over. Oké. En als deze crisis voorbij is, dan gaan de scholen weer open. Verwacht je dan alles dat weer teruggaat naar normaal? Of dat je nog steeds tegen zaken gaat aanlopen? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat het ook te maken heeft met de maatregelen van met de groepsgrootte. Want ik werk tot nu toe altijd in een groep van 30 leerlingen. En ik vraag me af of als die maatregel blijft, ja, hoe lang die maatregel blijft. Hè? Voor de scholen wordt dat dan veranderd. De afstand van 1,5 meter, blijft dat of niet? Dus want dat heeft heel veel invloed op mijn werk. En daar ben ik wel over aan het nadenken. En als de scholen weer open zijn en het allemaal goed verloopt, nou ja, dat twijfel denk ik niet. En als laatste, heb je nog een tip voor andere dove ZZP'ers, wat ze kunnen doen? Dat is ook weer een goede vraag. Ja, vooral goed creatief ermee omgaan, denk ik. Ja, alle hulp die je kan gebruiken of andere mensen helpen, daar heb je nu de tijd voor. Ja, en je tijd te vermaken. Nou, Maaike, hartstikke bedankt voor je tijd, voor het interview. Succes de komende tijd. En ik hoop dat alles weer snel terug gaat naar normaal. Dankjewel, doei. Nou, bedankt Maaike. Dan gaan we nu door. Net zo had ik het gezegd over Jochem met de kippenboerderij. Waar de verbinding even niet lukte. Het is nu gelukt. We gaan het interview laten zien. Splinter heeft een interview gedaan met Jochem. Het filmpje lijkt op dit moment even verdwenen te zijn. We zetten even het scherm op pauze. We komen zo bij jullie terug.
Goed, nou gelukkig hebben we het filmpje weer gevonden. We konden het net niet vinden, maar we hebben hem gevonden en erbij gezet. Het interview met Jochem, veel plezier. Jouw bedrijf, daar ben ik even benieuwd naar de corona, met deze coronavirus en andere bedrijven. Hoe zit dat met jouw bedrijf? Heeft dat ook erge impact? Nou, voor de kippen, die hebben er eigenlijk geen last van hoor. Daar gaat alles gewoon prima mee. We hebben ook natuurlijk de vogelgriep gehad. Daardoor moesten ze verplicht naar binnen. Vanaf 12 februari zaten ze al op hok. Dus dat was eigenlijk al best wel een impact voor de beesten. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog de andere mensen. Hè? Dus dat, je zit er wel heel veel over na te denken. Het zet wel tot denken. Maar goed, die kippen gaat in principe goed. En het personeel doet ook extra voorzichtig. Die werken ook minder. Er werken ook minder mensen. En voor de zorg, ja, dat is wel lastig. Mensen konden natuurlijk niet meer komen. Want we hebben natuurlijk te veel contact zo met mensen. Want je mag natuurlijk niet meer aanraken en bij elkaar in de buurt komen. Dus het was bij ons nog niet heel duidelijk of het nou wel of niet mag. Ja, de mensen hebben natuurlijk wel zorg nodig. Nu zitten ze allemaal alleen thuis. Dus we hebben ons best gedaan en we hebben toch besloten dat een paar mensen mogen komen. En daar zijn ze heel dankbaar voor. En ja, ik hoop dus dat er vanavond weer nieuws is over wat er nog verder gaat gebeuren. Oké, hoeveel mensen komen nu toch dan nog bij jou? Hoeveel precies? Een aantal. Weet je, we zijn gewoon sterk. Het is gewoon nodig. Weet je, anders gaan die mensen eraan onderdoor. Dat is ook niet de bedoeling. Dus wij hebben ook verantwoordelijk. We zijn ook verantwoordelijk voor ambulante mensen die dus komen. En andere mensen die dus thuis al ambulante zorg hadden, dat lukt wel. Daar hebben we wel contact mee op afstand, via webcam en dat soort zaken. Daar moet je gewoon over nadenken. We hebben nog vergaderingen gehad. We gaan nog vergaderen over hoe het verder gaat. Maar hoeveel mensen werken nu bij jou? Op dit moment, ja, maximaal 3. Weet je, de overheid heeft gezegd dat zo is. Dus maximaal met 3 mensen samen. Want ja, je wilt natuurlijk ook geen hoge boetes krijgen. En voordat de coronavirus was, hoeveel mensen waren er dan altijd? Ja, dat wisselde van 6 tot 16. Op 1 dag dan. Ja, dat is natuurlijk nu. Is het opeens heel stil. Het is zo anders. Oké, en nu met jouw inkomsten met de kippenboerderij, hoe gaat dat? Ja, dat gaat wel goed. Weet je, dat is gewoon een levensbehoefte, die eieren. Dus dat komt wel goed, dat draait wel. Maar ja, die zorg, dat maakt me dan, dat is dat lastiger hoor, dat de crisis daarvoor doet. Weet je, daar heb je wel meer vragen over. Oké, en even een vraag. Hè. De overheid biedt ook steun aan, die heeft een steunmaatregel. Is dat genoeg? Is dat voldoende voor jouw bedrijf? Ja, nu is de vraag, voor het boerenbedrijf, dat loopt wel. Maar die zorg, ja, dat blijft de vraag. Weet je, ik denk dat we binnenkort moeten gaan uitzoeken over die arbeidstijdverkorting. Dat dus mijn personeel minder werkt en dat ik ook minder hoef te betalen. Maar dat moet ik nog allemaal uitzoeken. De nood is nog niet heel hoog, dus ik heb tijd om binnenkort te gaan uitzoeken. Oké, en een andere vraag. Hè? Als de coronavirus straks helemaal voorbij is, helemaal klaar is. En als alles weer teruggaat naar normaal, zal jouw bedrijf ook weer helemaal naar normaal gaan? Of zal er iets in veranderd blijven? Nou, ik verwacht dat het wel goed komt. Weet je, we werken met mensen. Die zijn altijd heel blij dat ze hier kunnen zijn. Maar de manier is misschien wel anders dan voorheen. Weet je, het blijft toch hangen met de omgang. Dat mensen misschien angstig zijn. Ik heb geen idee hoe het gaat lopen. Maar ik verwacht wel dat alles teruggaat naar normaal. Ja, dat verwacht ik wel. Goed, en dan heb ik nog een laatste vraag. Wil jij ook nog iets zeggen op andere dove mensen die bedrijven hebben vanwege de coronavirus? Heb je daar goede tips voor andere mensen? Ja, ik denk dan meteen blijf positief. Blijf positiever naar kijken. Er zijn zoveel verschillende dingen. Weet je, met gebarentaal, doof natuurlijk zelf. Ga gebaren, laat dat zien. Zet dat op Facebook. Laat jezelf zien met gebaren. Ook bijvoorbeeld, pas zag ik iets, een gebarenles. Iemand die gebarenles gaf, dacht ik, mooi, ga dat soort dingen doen. Weet je, als je nu de tijd hebt, ga het gewoon doen. Oké, en ik ben even benieuwd. Ik hoor dat je net ook een grote opdracht had binnengekregen. Maar ja, dat is nu ook natuurlijk anders. Wat is dat precies? Klopt, ja. Het was een hele leuke opdracht. Dat was hondenverzorging. Dat was nieuw. Dus we hadden ook puppies verwacht. Dus we dachten, oh, dat is een mooie tijd voor ons. Ook extra werk voor de puppies, voor de honden. Maar dat missen we nu. En hoeveel honden? Vijf waren geboren, ja.
Dus daar moeten we nu voor zorgen. Dat is extra werk. Dus dit soort dingetjes, weet je, dat maakt het positief. Nou, hartstikke leuk. Bedankt voor dit interview en voor je antwoorden. Echt, hartstikke bedankt. Succes verder. Nou, dat was Jochem. Die had dus een hele grote opdracht. Ik hoop dat het lukt, dat het gewoon goed gaat met de zorg. En ook voor de mensen met de dagbesteding, dat die allemaal weer terug kunnen komen op de boerderij. En dat het allemaal weer normaal kan gaan draaien. Succes. Dan nu de volgende ondernemer. Ewout Hetema. Die is ZZP'er in de schoonmaak. En dat groeit vanaf 2012. Heeft hij nieuwe medewerkers kunnen nemen. En nu is hij een VOF, een bedrijfsvorm. Samen met zijn vrouw bestuurt hij dat. Maar ja, nu met de crisis gaat dat bedrijf dan ook goed of niet? Hij heeft ook een schoonmaakbedrijf. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk in deze tijd. Caroline heeft hem geïnterviewd. Wat fijn dat je de tijd hebt genomen dat ik je mag interviewen. Ik heb wat vragen voor je. Ik ben wel benieuwd. Deze coronacrisis, hè? Heb je nou gemerkt dat je meer opdrachten krijgt of juist minder? Hoe gaat het? Juist meer opdrachten. Hè, ondanks deze situatie toch wel nieuwe klanten gekregen. Dus mijn werk blijft, dus dat is heel erg mooi. En maar aan de andere kant zijn er wel 3 klanten weggegaan. Wel tijdelijk weg. Bijvoorbeeld bij de kapper die we schoonmaken. Bij een tennissportvereniging, dat is ook gestopt. En nog eentje, oh ja, bij dagbesteding, sociale werkplaats. Hè, voor mensen met verstandelijke beperking is nu ook op slot. Dus deze 3 klanten heb ik niet meer. Maar voor de rest loopt het allemaal gewoon nog door. Hetzelfde als de huisartsenpost, gezondheidscentrum, woningen voor verstandelijke beperkten. Dat blijft gewoon nog doorgaan met ons schoonmaakwerk. Dus onze bedrijfsresultaten zijn nog steeds positief. Maar die plekken waar jullie heen gaan, die opdrachten om te werken. Ik ben wel benieuwd, bijvoorbeeld bij die verstandelijk beperkte, bij die woningen en het verzorgingstehuis. Ik dacht dat je daar niet meer naar binnen mocht. Maar mag een schoonmaakbedrijf dus wel naar binnen? Is dat een uitzondering? Hoe zit dat? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat klopt. Eigenlijk bij de verstandelijk beperkte woningen, ja, dan zijn we... Mogen we nog niet naar binnen, dus dan moesten we kijken hoe we dat gingen schoonmaken. Dus er werden bij ons aangepaste regels bedacht. Bijvoorbeeld hè, in zo'n woning, dan heb je beneden de woonkamer. En dan gingen de mensen naar boven en dan gingen wij beneden schoonmaken. En dan gingen wij weer buiten wachten, kwamen de mensen weer naar beneden. En dan gingen de woonkamers gingen dan dicht en dan mochten wij boven schoonmaken. Nou, en dat was verder prima. Dus mooi georganiseerd en goed in overleg en respect voor elkaar hebben. En zeker die veiligheid is ontzettend belangrijk voor ons. En wij beschermen onszelf en de bewoners. Ja, maar die maatregelen van de overheid, hè? Dat verandert natuurlijk je werk, denk ik, in het schoonmaak. Bijvoorbeeld, zijn er nog bepaalde hygiënische maatregelen die je moest nemen? Nou ja, eigenlijk is het voor ons vanzelfsprekend tijdens het schoonmaken. Dus het is niet anders. Het schoonmaakwerk is gewoon zoals wij het doen. En dus extra maatregelen, nee. Wij doen dat eigenlijk altijd al zo. We doen bijvoorbeeld wel extra handschoenen aan. En Dettol gebruiken we nu wel ietsje meer. Maar voor de rest niet. Nee, we hebben ook geen mondkapjes of maskers of speciale kleding. Maar afstand natuurlijk houden we wel. Ja, en ik ben benieuwd. De medewerkers, als ze het coronavirus hebben, moeten ze dan ook schoonmaken? Dan hebben ze natuurlijk kans dat ze iemand besmetten. Ja, dat hoeft dan niet. We hebben 1 keer meegemaakt dat de vrouw van een medewerker koorts had, ziek thuis was. Dus haar man die moest ook thuis blijven en... En toen de vrouw weer beter was en de man niet ziek was, mocht hij gewoon weer bij ons komen werken. Dus ja, wij volgen gewoon de regels daarin. Ja, goed. Dus je houdt wel rekening met de maatregelen van de overheid. Ja, goed. En dan mijn laatste vraag. Straks na de crisis, als die dus voorbij is, gaat dan alles weer terug naar normaal? Daar kijk ik zo graag naar uit. Gewoon dat het allemaal weer normaal is, zeker. En... Dat als de klanten
die nu gestopt zijn, nou, die hoop ik dat ze weer terugkomen. Dus daar maak ik me niet zorgen om. Maar ik maak vooral zorgen om het personeel wat kwetsbaar is. Hè? Want stel dat ze alle 5 in één keer ziek zouden zijn, ja, dan zit ik wel met mijn handen in mijn haren. Dus ja, dus dan zou ik mijn bedrijf kunnen stoppen. Maar tot nu toe gaat alles goed. Oh, nou goed. Heel erg bedankt voor het interview. Graag gedaan. Doeg! Nou, bedankt Ewout voor je tijd en voor het interview. Leuk om te zien zo vanuit een andere blik naar de crisis te kijken. Voordat we verder gaan, nog even een mededeling over de vragen die binnenkomen via Facebook. Blijkbaar worden er veel vragen gesteld en is er discussie. Gelukkig deze keer niet over mijn haar, dat is heel goed. Maar blijkbaar over de tolk en de tolkuren en hoe dat allemaal zit. Ja, daar hebben wij geen verstand van. Wij weten ook niet over de tolken, hoe dat precies geregeld is, over hoeveel uren en dat soort zaken. Neem daarvoor alsjeblieft contact op met de beroepsvereniging van Tolken Gebarentaal, de NBTG. En zij zullen meer informatie kunnen geven over de tolken, om dat uit te werken. Wij richten ons voornamelijk op het corona en hoe dat voor door doven wordt ervaren. En de informatie in gebarentaal voor doven. Dus ik hoop dat dit even gescheiden kan blijven, voor de helderheid. Nou, als doven naar Barcelona gaan voor een weekendje, voor de vakantie, staat eigenlijk altijd vast op de prik Siriap. Dat is een tapasbar en een shisha lounge. Op 3 locaties. En die wordt gerund door een dove man, geboren in België. En daarna verhuisd naar Engeland en daarna naar Spanje. En daar samen met zijn zus heeft hij dit dus opgezet. Nou, het is best een succes. Heel veel doven gaan erheen. Het is heerlijk om lekker te eten of contact te hebben met andere doven. Ik denk eigenlijk allebei. Het is wel grappig, ik ben er zelf eigenlijk nog nooit geweest. Mijn ouders zijn daar dus wel geweest. Eerder dan ik. Dus dat is wel grappig. Ja. Dus de eigenaar heet Emlyn Burton. En hij heeft natuurlijk best wel impact. Want ja, alle cafés en restaurants zijn allemaal dicht. Niet alleen in Nederland, maar in heel veel andere landen zijn die natuurlijk ook allemaal dicht. En hij als dove eigenaar had heel veel succes, had 3 bedrijven. Hoe gaat hij om met deze crisis? Caroline heeft hem geïnterviewd. En het interview is in international sign en het is vertaald naar Nederlands gebarentaal. Dus dan kan je zelf kiezen of je naar de international sign kijkt of naar de Nederlands gebaren. Hallo Emlyn. Hi. Dank je even voor je tijd en voor dit interview. Even kijken, ik ben nog wel naar een aantal dingen benieuwd. Wat is jouw bedrijf precies? Ja, mijn bedrijf is Siriap. Het zit in Barcelona en we werken al 8 jaar. We hebben 2 vestigingen. We hebben een restaurant met tapas. En we hebben ook een bar met cocktails en shisha. Dus dat gaat samen heel goed. Oké, en hoeveel mensen werken bij jou daar in totaal? Nou, die 2 vestigingen samen 25 mensen. 11 doof. 14 horend. En dat gaat gewoon lekker door elkaar heen. Gaat heel goed. Oké, en in Barcelona is nu een lockdown, hè? De overheid heeft ook maatregelen genomen. Wat heeft dat invloed op jouw bedrijf, op jouw restaurant? Ja, de overheid, de maatregelen zijn natuurlijk voor iedereen, voor alle landen over de wereld, maar natuurlijk ook voor ons. Dat betekent dat de winkels, de restaurant, alles is dicht. De supermarkten zijn dan nog wel open en de apotheken of weet je, de basisbehoeften die kan je nog wel halen en krijgen. Maar alle andere restaurants, alles dicht. Ja, tot 11 april. En volgens mij net is bekendgemaakt dat het wordt verlengd tot 26 april. En ja, misschien wordt het daarna nog wel weer langer. Of daarna mogen we misschien wel open. We weten het nog niet. We zien het nog wel. Oké. Deze afgelopen 3 weken is die lockdown al. Hoe is dat met jouw inkomsten? Is dat al, zie je daar een vermindering in? Ja, klopt. De inkomsten zijn nu 0. Maar gelukkig zijn mijn uitgaven ook 0. Dus weet je, personeel, het salaris van het personeel hoef ik gelukkig niet te betalen. De overheid betaalt dat aan hun. Dus ik moet alleen de huur en de elektriciteitsrekening betalen. Dat zijn kleine zaken. Dus, dus ik maak gelukkig niet heel veel verlies. Zou je het alsjeblieft even opnieuw willen doen? Want het beeld bleef hangen.
Hoe is het nu met de afgelopen 3 weken met deze lockdown? Hoe is het met jouw inkomen? Ja, de afgelopen 3 weken was natuurlijk al wel was heel belangrijk. Want het was natuurlijk Pasen en de paasvakantie. En was ook nog een congres voor mobielen. Daar kwamen natuurlijk altijd heel veel mensen op af. En die komen ook allemaal hier langs en op bezoek. Ja, dus in maart is ook altijd goede tijden en alles was nu dicht. Dus dat had een enorme impact. En ja, daar maakte ik ook even wel zorgen over. Maar het valt wel mee, want onze uitgaven zijn nu ook eigenlijk bijna nul. Ja, nog een beetje de huur, gas, elektriciteit moeten we betalen. Maar het personeel, het salaris, hoeven we niet te betalen. Dat doet de overheid, die betaalt hen. Dus dat betekent dat onze inkomsten zijn nul, maar onze uitgaven eigenlijk ook. Dus dat valt wel mee, gelukkig. Oké, dus de overheid ondersteunt jouw bedrijf wel. En de andere restaurants, krijgen die ook financiële steun vanuit de overheid? Ja, allemaal. Alle bedrijven die dus nu geen inkomen meer hebben, daarvan wordt 70% van hun inkomsten wordt nu door de overheid weer betaald. Dus die 70%, ja. En ze hoeven de overheid ook zelf niks meer te betalen. Oké, dus deze lockdown, hè? Denk je dat er straks een verandering in komt als het eindelijk weer open mag? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik ben wel positief. Weet je, je moet positief blijven. Het is gelukkig Barcelona, weet je, het is een mooie stad. Zon, zee, strand, je kan zwemmen. Altijd hebben mensen wel zin om hier te komen. Weet je, Barcelona is goedkoop, je kan er snel heen vliegen. Je bent er zo. Dus als we in mei weer misschien meer open mogen, dan hoop ik dat mensen langzaam het vertrouwen weer terugkrijgen. En dat ze met grote aantallen weer komen. Want ja, weet je, Barcelona is natuurlijk echt de mooiste stad van Europa. Dus het toerisme stroomt wel weer toe. Oké, en dan heb ik nog een laatste vraag. Er zijn ook andere mensen, dove mensen die bedrijven hebben. Heb jij daar tips voor? Want zij hebben natuurlijk ook een moeilijke tijd met de lockdown en als ze straks weer open moeten. Ja, oké, tips. Weet je, tijdens je sluiting moet je niet te negatief naar kijken. Je moet het als iets positiefs zien. Want ja, veel bedrijven hebben natuurlijk afgelopen tijd heel hard gewerkt. Altijd maar doorgewerkt. Die nemen geen vakantie of rust vaak. Eigenlijk hebben dus... nu juist heb je juist wel tijd. Je hebt nu tijd om even rust te nemen. Tijd om weer creatieve ideeën te bedenken. En dingen te plannen voor de komende tijd. Maak gebruik van deze tijd. Het is echt, je moet positief zo naar kijken. Oké, nou hartstikke bedankt voor dit interview. Een hele mooie tips die ik zeker ga delen. Ah, dankjewel. Dankjewel, doeg. Goed. Emeline, hartstikke bedankt. En vaak wordt er gezegd van ga creatief bezig. En op het moment als je dan thuis zit, op je balkon of in de tuin, aan het relaxen bent, probeer dan ook je trainingen en alles weer op te pakken. Even kijken, dove ondernemers, dat hebben we nu aandacht aan gegeven, maar er zijn ook natuurlijk horende ondernemers en tolken gebarentaal. En die proberen dus nu ook, die hebben nu ook geen werk. En hoe gaan zij ermee om? Ze hebben geen inkomsten, heeft de overheid biedt die genoeg steun? Er was eerst een tolkentekort en nu zijn er eigenlijk opdrachten tekort. Dus het is in één keer zo'n omgekeerde wereld. Ik probeerde een verslag te maken voor een interview van tolken, alleen dat lukte niet. En dat had te maken met het onderwerp en Bernd vertelt dat. Ik heb een selectie proberen te maken voor Doof Centraal. De afgelopen week heb ik verschillende tolken gevraagd. En het enige wat opvalt is dat er een aantal tolken die ik gevraagd heb... Daar kreeg ik geen antwoord. Niemand wilde een interview doen. En toen heb ik gekeken van... het onderwerp was te gevoelig. Waardoor zij dat dus niet in beeld wilden komen. En dat snap ik ook heel erg goed. Dus ik heb opnieuw weer een aantal berichtjes gestuurd. En alle antwoorden verzameld. Maar die heb ik anoniem uitgewerkt. En de meeste, was wel heel mooi dat er heel veel tolken hebben gereageerd. Een aantal heb ik nog via de videobellen interviews afgenomen en alles verzameld. En ook verschillende tolken uit heel Nederland. Man, vrouw, oud, jong, ervaren, niet ervaren. Dus verschillende tolken in verschillende situaties. Alles heb ik een steekproef gedaan. Wat de maatregelen
invloed heeft op de tolken. Veel tolken hebben gezegd, ja, dit heeft echt wel invloed op ons. Als ZZP'er de eerste 3 weken was het echt kijken hoe we hiermee om konden gaan. Sommigen zijn van 13 maart tot nu geen tolkopdrachten gehad. Waardoor inkomsten echt aanzienlijk minder zijn geworden. Scholen zijn dicht, thuis moeten werken, waren meer dan... Evenementen met meer dan 100 personen mochten niet meer doorgaan. In één klap was het allemaal heel veel minder. Dus ik heb gevraagd, die steun van de overheid, is dat genoeg? Van, of bijvoorbeeld van de MRTG of van tolk, via tolkcontact. Tolken zeiden dat de MRTG en tolkcontact nieuwsbrieven hadden uitgestuurd. Met daarin steunbetuigingen en tips. Dus dat voelde goed. Daar keken ze positief naar. Andere tolken die gereageerd hadden, die konden bijna niks meer doen. Bijvoorbeeld, ze waren bij de MBTG geweest, bij de overheid geweest. En de regels voor deze tolken als ZZP'er werden afgewezen. Maar ja, hoe moet je dan verder? Sommige tolken hoopten dat ze op de PZO-platform, PZO, een vereniging... die meer vecht voor bij de overheid om meer financiële steun te krijgen voor de tolken. Sommige tolken hadden ook gezegd dat ze het heel lastig vonden om aan de norm van 1225 uur te komen. Want dat heeft dan ook weer met de financiële aftrek te maken. En sommige tolken redden dat niet per jaar, die 1225 uur. Dus waardoor zij niet in aanmerking kwamen. Want ja, het is ook wel lastig met zo'n bijzonder beroep. Die reistijd, voorbereidingstijd, hoort dat er allemaal bij? Het is wat vaag. Sommige tolken zeggen ook dat de overheid, bijvoorbeeld het UWV, heel moeilijk doet. Dus niet dat ze kijken dat ze even iets soepeler met de regels kunnen of iets soepeler kunnen doen. Weet je, tolken, dat is serieus. Die hebben inkomsten, die hebben ze nodig voor hun leven. Je moet toch even wat soepeler met de regels kunnen omgaan om ze financieel te kunnen steunen voor de lange termijn. Maar nee hoor, ze bleven een nee krijgen. En ook voor het personeel uit... Geen idee. Het was heel prettig. Deze 3 maanden tot de zomervakantie, ja. Wat doe je dan als je inkomsten minder zijn? Wat doe je daarmee? Bijvoorbeeld als je daarna nog vakantie gaat, maar de scholen zijn dicht. Hoe verdien je dan? En na de zomervakantie, als je dan pas weer kan gaan verdienen. Dat is wel een enorme lange periode van onzekerheid met maar een heel klein beetje geld. Hoe pak je leven daar verder mee op? Dus we hebben nu ook gemerkt, dat wordt ook onderling wel gemerkt. En je merkt wel verschil tussen 2 groepen. De ene is positief, tolken die zeggen, nou, ze voelen dat ze meer onderling elkaar kunnen steunen en ze krijgen veel tips, ze geven veel tips, bijvoorbeeld over tolken op afstand, hoe je dat kan aanpakken, wat een goede webcam is, welke goed is, welke iets slechter is. En ook of je moet kijken op bepaalde opdrachten dat je denkt, oh, ik kan niet, maar misschien is die daar beter voor, ik hoef nu even niet. Dus dat je gewoon op die manier loyaal bent naar elkaar en elkaar steunt. En ook als er een dove klant is, die mee moet, dat je daar naar het raam via de horende persoon, met een horende persoon belt en dan via het raam kan communiceren. Waardoor je een soort van op afstand door het raam toch kan werken en kan communiceren. Dus dit soort ideeën door de crisis, weet je, heeft het ook positieve gevolgen. Aan de andere kant, de negatieve gevolgen. Ja, sommige tolken vinden het wel heel lastig op de collega's onderling, weet je. Beetje hamstergedrag, sommigen gaan echt helemaal los. Die willen heel graag opdrachten en die moeten voor mij en die zijn ze echt aan het weggraaien bijna. Nou, dat is wel heftig. Een tolk zei dat ze zag dat dove klanten daar ook wel geïrriteerd door raakten. Dat tolken ze voortdurend aan het bestoken waren met, hey, hallo, ik ben beschikbaar, kom maar, ik ben beschikbaar, vraag mij maar. Heb je misschien een tolk nodig? Die werd echt bestookt dus met WhatsAppjes, met videootjes, met dat de tolk zich voorstelde. Hallo, ik ben tolk, ik heb werk nodig. Ja, voor dove klanten is dat natuurlijk ook wel lastig. Dus dat is natuurlijk een negatiever effect. En sommige tolken zeggen dat collega's echt opdracht nodig hebben. En natuurlijk het geld ook nodig hebben. En er is een prikbord met opdrachten, waar opdrachten op komen te staan.
voor talksituaties met een klein risico, bijvoorbeeld voor het coronavirus. En talks zijn, ja, sommige talks zeggen, ja, ik kom niet. Want aan de ene kant hebben ze opdrachten nodig, aan de andere kant, als er een klein beetje risico is, dan willen ze niet meer. Dus het is wel wat scheef. Sommige tolken zeggen ook dat het beetje geld dat ze krijgen als ondersteuning voor deze onzekere tijd, de TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Ja, die moeten ze aanvragen bij hun eigen gemeentes. Sommige gemeentes zijn er heel makkelijk in, die aanvraag gaat heel simpel. Andere gemeentes zijn veel strenger in de regels. Daar is het heel moeilijk om het geld te krijgen, om die ondersteuning te krijgen. Dus afhankelijk van de gemeente gaat dat proces. Dus het is nog niet zeker. Bernd, hartstikke bedankt voor dit onderzoek en voor dit verslag. Echt super interessant. En ik hoop dat voor beide, voor de horende ondernemers en ook voor de tolken Nederlands gebarentaal, dat ze uit deze coronacrisis goed uitkomen. Dus nogmaals bedankt voor dit verslag. Nu, de tips voor de workouts. Ben ik wel heel erg benieuwd naar. Caroline heeft er een aantal uitgekozen, dus ik zal ze even gaan bekijken. Robin Fringe, een naamgebaar weet ik zo niet, ook een doof iemand, is een personal trainer en heeft geregeld nu livestreams uitgezonden van een workout met een tolk erbij. En dan kan je dus live kan je dat dus gaan bekijken en de volgende is op 10 april en via Facebook kan je dus meedoen met de workouts thuis. En als tweede, Fit in 30 dagen. Er is een app en dat helpt je ook om thuis je fit te voelen en je workout te doen. En als derde is Nintendo Switch. Ja, dat is dit het gebaar toch? Nintendo Switch. Ja, ik moet even Splinter is de deskundige hierin. Nintendo Switch. Die kan je ook gebruiken voor een workout, voor sporten. Het is een beetje hetzelfde als Wii, weet je wel? Het ouderwetse Wii. Nou ja, ouderwets weet ik eigenlijk niet. Is het al ouderwets, Wii? Ja? Oh, oké. Okay. Ja, Wii is dus ouderwets. Want vroeger, want ik weet nog, volgens mij was dat met boksen. Nou, ik zweette als een gek. En met Nintendo Switch kan je dus ook zulke resultaten behalen. Dus dan kan je thuis ook gaan sporten. Even kijken. Sportschool Burning Heart. Elke dag wordt er op Facebook een post gedaan waar ook een tolk bij aanwezig is. En iemand die zei ook, gewoon elke ochtend, gewoon in de eigen tuin, gewoon even sporten. Gewoon in de tuin. Nou, is ook een goed idee. En er is ook Def Yoga met iemand, Betty, Duitse achternaam heet ze, of Nederlands of Duits, ik ken haar niet. Maar in ieder geval zijn er dus 6 tips binnengekomen, dus ik hoop dat je thuis dit ook kan doen en even met de workout bezig gaan. En dan dat iedereen na de corona gewoon hartstikke fit is en sixpack heeft. En ook nog gaan we kijken naar de vragen die binnen zijn gekomen. En ik hoop dat het anders is dan alleen maar over tolken. Even kijken. Ja, toch wel weer veel vragen. Hè? Als de doof een eigen bedrijf heeft, hoe kan hij hulp krijgen als ZZP'er? Ik geef als tip, kijk even gewoon naar Kamer van Koophandel, www.kvk.nl. Neem, daar staan heel veel informatie over de coronavirus en tips op. En ook kijken hoe je hulp kan krijgen bij de aanvraag van de ondersteuning. En jullie weten, in Nederland is de gebarentaal nog niet erkend, hè, als enige. En Fries, volgens mij, Neder-Saksisch, die zijn allemaal erkende talen. En nu met de coronacrisis wordt er heel vaak tolken ingezet. Hè, bij persconferenties en dergelijke, waardoor er wel meer kans bestaat dat het bij de wet erkend wordt. En Caroline heeft gelijk Corrie Thijsseling gevraagd, dokter Anders, deskundig op de wetgeving en de Nederlandse gebarentaal. Zij heeft ook heel veel gelobbyd met de overheid en heeft zij bevraagd. En de antwoord van Corrie is, als je kijkt, dan klopt dat het echt wel nodig is om tolken in te zetten om het toegankelijk te maken in deze crisissituatie. Maar het kan ook een andere kant op slaan dat het nu allemaal lukt om alles te regelen, maar dat die erkenning niet meer nodig is, wat men kan denken. En nu hangt het heel erg af van dat andere mensen dan denken, ach ja, we geven gewoon wel die erkenning. En maar dat willen we niet, we willen het gewoon bij de wet erkend hebben. En toch, na de coronavirus, hopen we dat het door blijft gaan met het lobbyen en dat de erkenning van de Nederlandse gebarentaal komt. Dus als je binnenkort ergens een petitie moet gaan tekenen of op social media een actie ziet over de erkenning gebarentaal, alsjeblieft,
Help mee om ons te ondersteunen daarin. En ook nog een andere vraag. Met dove kinderen, die zitten thuis. Hoe krijgen zij onderwijs omdat zij thuis moeten blijven? Volgende week hebben we dus het thema familie en thuis. En dan geven wij daar ook even de aandacht voor. Dus als je je vraag even volgende week weer wil stellen, dan geven we dan antwoord. Dus dit waren de vragen. Hartstikke bedankt voor de vragen en hartstikke bedankt voor alle tips. We gaan het afronden. Ik hoop dat deze aflevering leuk was en interessant was om naar te kijken. En vergeet niet de vragenlijst die wij nog rond gaan sturen. En ook nog de donatie ter ondersteuning. Want dat hebben we echt nodig voor de materiaalkosten, voor de kabels. Maar ook voor het eten en drinken van en de waardering voor de vrijwilligers. Echte donaties. Als het goed is, zien jullie beneden nu een link. Ja. En Caroline post ook nog op Facebook die je kan delen. Maar je kan nu dus gelijk gaan klikken. En dan ben ik wel benieuwd of we die €423... gelijk krijgen als vorige keer. Maar ik heb zelf het vertrouwen dat ik eigenlijk minder binnen ga halen dan weg. Oh. De gasten wil ik graag bedanken. Jochem, Maaike, Emlyn, Ewout. Bedankt voor alle... En voor Bernd natuurlijk, die de tolken heeft geïnterviewd. Antonio, Splinter, Caroline en Bernd bedankt. Wieteke, Davy en Chimp ook bedankt. Deze uitzending gaan we weer monteren en plaatsen wij weer terug op Facebook. En dan kun je hem later weer terugkijken. En als die vragenlijst, stuur het alsjeblieft door naar ons. En dan gaan we kijken of het op zondagavond of op maandagavond het beste is. Tot volgende week. Doeg!